En dan nu? We mogen meepraten. Praten over cultuur in Nijmegen. Hallo kijkers. Ze hebben het ontdekt in Nijmegen bij de gemeente. De social media. We mogen meepraten over de cultuurvisie in deze stad. En ik ga even vertellen hoe het allemaal zo begonnen is. Het is namelijk zo dat ongeveer begin dit jaar een ambtenaar van de gemeente Nijmegen, een van de 2000, ontdekte dat de cultuurvisie 2011 ten einde liep. Ja, het was namelijk al 2011. En er moest een nieuwe komen. Nou zou je denken van, weet je wat, we pakken die oude er eens bij, want een visie die houdt niet op na 31 december, die gaat gewoon door. We pakken de oude erbij, we schrijven hem voor drie kwart over en we doen afhankelijk van de bestuurders die er op dat moment zitten, doen we er iets nieuws bij. Niets is minder waar, er had blijkbaar een ambtenaar een cursus out of the box denken bedacht en die zei... Laten we de burgers er eens bij betrekken. Want er zijn namelijk ook nog mensen in deze stad die geen ambtenaar zijn. Zo gezegd, zo gedaan. En wat doen ze dan? Ze bellen een cultuuradviesbureau. Die gaan natuurlijk vooral veel adviesuren adviseren. En die adviseren een website en een Twitter-account. Dan moet er daar een hele campagne over gevoerd worden. En moeten we een maand lang kunnen dan drie ambtenaren... op het gemeentehuis gaan zitten wachten achter een televisiescherm totdat wat cultuurmensen gereageerd hebben. En al die reacties, al die informatie op die website, daar gaan ze dan de nieuwe cultuurvisie uit destilleren. Nou, hebt u die website wel eens bekeken? Voordat je daar doorheen bent en al die commentaar gelezen hebt, ben je uren bezig. Ik vind het zo'n zwaktebod. Als deze wethouder van cultuur, meneer Beerten, geen visie heeft, dan moet hij dat gewoon zeggen. En als hij een visie heeft, dan zet hij die op papier en dan kunnen we daarover praten. Maar als rechtgeaarde D66er heeft hij natuurlijk geen duidelijke mening, want een D66er vindt altijd wel een beetje zus en een beetje zo. Mocht u nog in de verleiding willen komen om de wethouder te spreken op de cultuurvisie, dan kunt u ten aanstaande maandag in Lux. En ik las dus net in de krant dat afgelopen zaterdag... zaterdag 12 november, de wethouder in de Mariekestraat en in winkelcentrum Lukenburg heeft staan praten met het volk. Nou Henk, doe je best. Het was de intocht van Sinterklaas, 's middags. Het zal wel druk geweest zijn. Bedankt voor het kijken en tot de